De volgende gast is er. Ja. De heer Henk Ramnandanlal, vicevoorzitter van de PALU. Meneer Henk, kunt u me horen? Kunt u me verstaan? Ja, goedenavond. Ja, ik versta u loud en clear, zoals we het zeggen. Ja, hoe is het met u? Ja, prima, prima. Ja, op het Kwakoe Festival. Ja, ik kom dus uit het achtergrond. In Amsterdam. Met de muziek. Ja, ja. Ja. We hebben net over die brug gesproken. Wat vindt meneer Ramnandanlal ervan? Nou, we hebben als PALU het standpunt ingenomen dat we daar bijzonder voorzichtig mee moeten omgaan. Omdat we gaan onderhandelen met een buurman, met een buurland, dat niet echt vriendelijk gezind is geweest naar Suriname, maar zelfs vijandig ook. Precies. En waarmee wij dus geschil hebben met betrekking tot waar de grens loopt met dat buurland. Precies. En dat buurland heeft zich erg agressief opgesteld in de afgelopen jaren, dat we dat geschil hebben, waarbij we hebben gezegd van, hé, kijk uit hoe je onderhandelt met dat agressieve buurland. Ja. En zoals we het nu zien, gaat deze regering de totaal verkeerde kant op, waarbij men zelf toestaat dat Guyana een groot deel van die brug over Surinaams grondgebied, want je kan gerustig zeggen dat die brug voor 98% loopt over Surinaams grondgebied. Ja. Waarom zou je de kosten willen delen? Je moet eigenlijk 100% de brug financieren en slechts het bruggenhoofd aan de overkant vanaf de App-lijn, dat is voor rekening van Guyana. Maar zoals de onderhandelingen nu lopen, lijkt het erop alsof wij gaan toegeven naar Guyana toe en dat er sprake is van dat Guyana met de financiering komt. Dus met andere woorden, we staan toen dat Guyana beheersdaden gaat uitvoeren op Surinaams grondgebied, waar datzelfde land dispuut heeft met jou, waar die grens loopt. Met andere woorden, Tigri was een eerste nederlaag en de brug over de Corantijn wordt dan straks gezien als een tweede nederlaag. Ja. Het is een toegeven aan Guyana en je verzwakt je eigen positie als het zou komen tot een geschil voor een internationaal tribunaal. En eigenlijk bestempelen we het met bijna wat we zouden kunnen noemen met landverraad. Willens en wetens zijn de huidige beleidsmakers bezig eigenlijk een stuk grondgebied uit handen te geven. Ja, zelfmoord. Aan landverraad. Ja. Dat is niet niks. Meneer Henk, een vraagje. Heeft u de affaire rond de SuriChange gevolgd? We hebben het met de nodige, hoe noem je dat, verantwoordelijke beleidsmaker. Je volgt alles wat Suriname aangaat. En zeker de SuriChange kwestie, ja. En hoe heeft men dat ervaren in Suriname? Of hoe wordt het ervaren in Suriname? Tot nu toe lijkt het erop alsof het een Nederlandse kwestie is. Dus daarom volgen we het met de nodige belangstelling. En we kijken uit naar de uitkomsten van het proces dat nu gaande is in Nederland. Ja. En heb jij een vraagje op dit moment? Ja, nou ja, ik vroeg me af, hè. Ik blijf van mening dat president Santokhi net toen deze affaire ging spelen, om gezondheidsredenen naar Nederland moest. Nou, luister, ik zeg, maak dat de kat wijs. Dat gelooft dus niemand. En het zou mij niet verbazen als op een goed moment duidelijk wordt dat daar familie en vrienden van de regeringsmensen daarbij betrokken zijn. Waarom niet eerlijk eerder eventuele connecties, kennissen, vrienden, gewoon helder de Surinaamse bevolking voorlichten? Ik vind het jammer, hoor. Kijk, met de Nederlandse onderzoeksjournalistiek blijft niets geheim. Dus... Ja, dus daarom, dus dat is de reden ook waarom wij het met de nodige belangstelling volgen. Omdat, kijk, ja, zolang de bewijzen daar niet zijn, kan je geen hard standpunt innemen. Maar we weten dat Suriname klein is. Wat we zien is dus dat er mensen zitten als beleidsadviseur in allerlei teams van de president, die wel de nodige zichtbare relaties hebben met de aandeelhouders van SuriChange hier in Nederland. Ja. Dus daarom volgen we dus ook het proces hier met de nodige belangstelling, omdat we willen zien hoe die betrokkenheid van de president dan in deze kwestie zou zijn. Ja, dus, ja, er zijn inderdaad tekenen dat er relaties zijn. Ja. Alleen, ja, je kan niet, zolang de bewijzen op tafel liggen, daar harde standpunten innemen. Is dat een, als u praat over, ja, we kijken er met argusogen naar, is dat het standpunt van uw politieke partij in Suriname? Want u bent natuurlijk in de leiding van die politieke partij in Suriname. Ja, nee, we volgen het met belangstelling altijd wel om te kijken. De PALU, hè? De PALU, Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie. Want ja, u bent vicevoorzitter van de PALU. Klopt, ik ben vicevoorzitter van de PALU, ja. Ja. En, even kijken, hoe staat uw partij, want verschillende politieke partijen zijn met initiatiefvoorstellen gekomen betreffende het nieuwe kiesstelsel. En waarbij men uitgaat, de meeste partijen lijkt mij gaan uit van een landelijke vertegenwoordiging, van landelijke evenredige vertegenwoordiging. Suriname zou dan 1 kiesdistrict moeten zijn. Wat is het standpunt van uw partij in deze? Dus wij vinden dat eigenlijk naar basis PALU zijn we niet uitgekomen met deze of gene kiesstelsel waar we de voorkeur aan geven voor nu. Natuurlijk hebben we een visie op hoe ons kiesstelsel, eigenlijk ons democratisch bestuur, zou moeten worden ingericht. We weten dat het een heleboel manco's heeft op dit moment. Ja. Waarbij dus de bevolking te weinig zeggenschap heeft in het nationaal bestuur. Het wijkt enigszins af van wat het Constitutioneel Hof heeft uitgesproken. En dus in onze visie zou er een ideale kiesstelsel of een democratisch bestuur van het land inderdaad heel anders moeten uitzien. Maar we zijn niet met dat standpunt naar buiten gekomen, omdat we op dit, voor wat nu betreft, we ons ernstig zorgen maken of de verkiezingen zullen doorgaan. En we proberen ons invloed, ons zienswijze en naar te leiden dat in elk geval de verkiezingen in 2025 zullen doorgaan. Dus toen de buitenparlementaire partijen ons vroegen om ze te ondersteunen in een kiesstelsel, om daar een voorstander zich uit te spreken als een voorstander van de landelijke evenredigheid, hebben we gezegd, nee, we moeten de situatie niet complexer maken dan wat het is. En dat is eigenlijk wat er nu is gebeurd. We hebben gezien dat de NDP met een initiatiefwet is uitgekomen. De NDP-fractie heeft dat gedaan. Kennelijk met de bedoeling om druk uit te oefenen op de coalitie. En vervolgens zien we, en we zijn dus hiermee ook in de pers uitgekomen, zien we dus dat de coalitiepartijen niet hebben begrepen of onvoldoende begrijpen wat hun verantwoordelijkheid is. Want ze hadden eigenlijk, als ze hun verantwoordelijkheid goed hadden begrepen en dat ook op de juiste manier hadden opgepakt, hadden ze vlak na de uitspraak van het Constitutioneel Hof, hadden ze het proces moeten hebben ingezet, zodat in aanval het nodige draagvlak gecreëerd werd voor een kiesstelsel. Voor wat ons betreft, de PALU betreft, op dit moment maakt het niet uit wat voor een kiesstelsel er komt. Nee, precies. Zolang dus dat draagvlak er is in het parlement, en de verkiezingen van 2025 op basis daarvan worden uitgeschreven. Dus die verantwoordelijkheid hebben de coalitiepartijen. En die hebben het onvoldoende begrepen. En die zijn dus nu uitgekomen, die hebben de verwarring nog groter gemaakt. Door de 2 grote coalitiepartijen. De een is met hun eigen initiatiefwet gekomen en de andere weer met een ander. Maar de landelijke evenredige vertegenwoordiging sluit toch goed aan bij het principe one man, one vote, one value. Ja, maar dat is niet wat aan de orde is. President Santokhi, dat neem ik hem heel erg kwalijk, die is de leider van het land. Als jij een advies krijgt van het Constitutioneel Hof en je ziet dat het uitvoeren van dat advies gewoon niet kan vanwege de korte tijd, dan had Van Santokhi moeten zeggen: de verkiezingen van 2030 moeten volgens het nieuwe stelsel plaatsvinden. Tussen nu en 2028 moet het nieuwe stelsel er zijn. Ja. En er komt nog één belangrijk ding. In beide adviezen van Limapo en van het Constitutioneel Hof staat één zin: behalve evenredig vertegenwoordiging is er meer nodig om een goed kiesstelsel te hebben. Dan had de president moeten zeggen: oh, dus er moet meer geregeld worden om het totaal goed te doen, ook procedureel. 2030, nieuwe stelsel. Heeft hij niet gedaan, en dat neem ik hem kwalijk. Ja, maar je kunt, je kunt procedure en inhoud van elkaar scheiden. Wat is er op tegen om je uit te spreken voor de landelijke evenredige vertegenwoordiging, omdat dat eigenlijk het beste aansluit op het principe one man, one vote, one value. Natuurlijk. Maar je zou de bevolking moeten betrekken bij iedere belangrijke wijziging van je kiesstelsel. En die tijd is er niet. Gewoon, simpelweg. Ja, kijk, het is een onbehoorlijk bestuur. Ja, met het laatste, dat is eigenlijk ook wat wij vinden. Maar het Constitutioneel Hof heeft geen advies uitgesproken. Hè? De uitspraak van het Constitutioneel Hof is bindend. Met andere woorden, we hebben op dit moment geen kiesstelsel. Nee hoor, dus, absoluut niet. Ja. Ik ben wetgevingsjurist, dus ik weet waar ik over praat. De mensen die Santokhi hebben geadviseerd, Esset, Hugo Fernandez Mendes, Van Dijk Silos, zijn geen wetgevingsjuristen. Zij hebben door een verkeerde uitleg van het woord wordt geacht onverbindend te zijn, hebben zij uitgelegd is onverbindend. Onzin. Iedereen die gespecialiseerd is in wetgeving, die weet dat het onzin is. En tenslotte, in de wet op het Constitutioneel Hof, kijk maar op Google, daar staat: het Constitutioneel Hof is een grondwettelijk toetsingsorgaan dat zich niet met wetgeving en niet met rechtspraak inlaat. Dan kan jij nooit een regeling onverbindend verklaren. Maar goed. Ja, oké, dus dat is dan een grote discussie, want in het geval van amnestie-wet van 8 december hebben mensen gezegd het is bindend en weer anderen gezegd uiteindelijk heeft men gezegd het is bindend. Dus we baseren ons op die jurisprudentie waarbij we zeggen het is duidelijk ook in dit geval dan bindend. Hoe het ook zij om in elk geval niet in een impasse te geraken, want het is duidelijk, dit soort discussies bieden ruimte om vervolgens in een impasse te geraken. En toen dus het Constitutioneel Hof de uitspraak deed, zijn we als PALU direct uitgekomen waarbij we hebben gezien: we hopen niet dat het Constitutioneel Hof een constitutioneel chaos heeft gecreëerd met de uitspraak. En wat we dus steeds meer zien gebeuren, is dat we inderdaad een toestand komen van constitutioneel chaos. En dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling. En daarom hebben we het gedaan. Ja, en dat is ook wat we hebben. Ja, de hoofdverantwoordelijke is in deze de president. Die had eigenlijk een proces moeten hebben opgestart. Juist. En ook de coalitiepartijen in het parlement. Ja. Want op dit moment hebben ze dus de 2/3 meerderheid niet om een nieuw kiesstelsel aan te nemen. Dus men zou moeten gaan naar een situatie waar men wel die 2/3, die 34 zetels in het parlement krijgt, voor welk kiesstelsel dan ook. En daarom, meneer Amstand, willen we niet in die discussie gaan wel landelijke evenredigheid of geen landen, of wel een 1041 of 2031 of wat dat dus nu is op de tafel ligt. Ik heb die discussie ook gevolgd en volgens mij gaat de VHP, de NDP en de NPS gaan ze allemaal voor de landelijke evenredigheid. Dus het maakt voor ons op dit moment niet uit. Het gaat erom, creëer die tweederde meerderheid in het parlement om het kiesstelsel, om het gewijzigd kiesstelsel aan te nemen, zodat in elk geval het volk er mag uitkijken en dat het volk verzekerd is ervan dat de verkiezingen van 2025 doorgaan. Want wat wij horen, ook informeel, is dat het erop lijkt alsof de president niet uitmaakt. En we krijgen daarmee een akelig gevoel en eigenlijk een beetje argwaan van waarom de president, die kennelijk ook ziet wat er gebeurt. En ik ga ervan uit dat hij ook begrijpt dat er een aantal zaken moeten gebeuren, willen de verkiezingen van 2025 doorgaan. Waarom doet hij waarom neemt hij die stappen niet? Precies, nee, waarom? Regie, leiding, doet hij niet. Nee, dus, en waarom niet? Begrijpt u, is er een ander scenario wat op de achtergrond meespeelt? Zijn er andere afspraken misschien met buitenlandse mogelijkheden gemaakt? Want we weten dat de Surinaamse politiek niet los gezien moet worden met buitenlandse mogelijkheden en hun belangen die spelen in het land, zeker met de ontdekkingen van die vele oliebronnen aan de kust. Ja. Weet je wat ik zo erg vind? Meneer Henk, een vraagje. Ja? Nee, ga je gaan, Owen. Wat ik zo erg vind is evenredige vertegenwoordiging, dat weet iedereen, kan je nu al weten, als dat op de een of andere manier plaatsvindt, die wijzigingen die nodig zijn, als het lukt, dan gaan de traditionele politieke partijen de verkiezingen winnen. NPS heeft al uitgerekend op hoeveel zetels ze aankomen. Owen, vanwege de tijd, heel kort. Ja. Meneer Henk, welke dan wordt het binnenland niet vertegenwoordigd. Ja, heel kort, Henk, welke mogelijkheden heeft de PALU om ervoor te zorgen dat de verkiezingen wel kunnen doorgaan? Dus wat wij proberen te doen is onze inzichten, alle kanalen die we hebben, naar alle partijen toe. En u weet dat wij als PALU, wat ik wil zoeken naar de WAMA, zeker als het gaat om het nationaal belang. Ja. Dan treden we gewoon in contact, in gesprek met iedereen. We hebben met niemand ruzie, we hebben met niemand problemen om in gesprek te treden. Dat hebben we ook laten zien op de diverse momenten dat we ook in het parlement zaten. Waar we met iedereen overleg voerden en ervoor zorgden en begrepen wat onze verantwoordelijkheid waren. En we ervoor zorgden dat als er ondersteuning zou moeten zijn voor een kwestie, zeker ook voor zo'n nationale kwestie wat dus nu speelt met het kiesstelsel, dat we daarvoor de meerderheid kregen in het parlement. En dat is eigenlijk waar het om gaat, dat je als verantwoordelijke beleidsmaker moet begrijpen hoe democratie werkt. Democratie is niet hoe noemt men dat zo mooi, de dictatuur van de meerderheid. Al heb je de meerderheid in het parlement, je moet ervoor zorg dragen dat ook dat maatschappelijk draagvlak daar is. Juist. De grondwet in 1987, die is samengesteld door een benoemde nationale assemblee, waarin zowel politici zaten als vertegenwoordigers van de vakbeweging en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Zo is dus ook dat kiesstelsel in 1987 tot stand gekomen. Dus wat wij nu vinden is dat ook de huidige wijziging van dat kiesstelsel, dat moet niet plaatsvinden op basis van initiatiefwetten. Want als je initiatiefwetten hebt... We gaan binnenkort hierover verder doorpraten, Henk, maar vanwege de tijd moeten we nu helaas afronden. Nou, misschien een laatste opmerking als je me dat toestaat tegenzin. Dus we moeten begrijpen dat de wijziging van het kiesstelsel moet plaatsvinden op basis van een wetsvoorstel dat door de president wordt ingediend. En dan gaat het de normale weg, zeg maar, precies, naar de staatsraad en zo. Waarbij de staatsraad wordt gehoord. En in de staatsraad hebben we vertegenwoordigers van politici, vakbeweging en bedrijfsleven. Dank u wel, dank u wel. Luisteraars, dit blijft een actueel onderwerp. We komen ook binnenkort hierop terug. Dank voor het interview, meneer Henk Ramnandanlal. Dank u wel dat u onze luisteraars bijgepraat hebt over de jongste ontwikkelingen in Suriname. Luisteraars, dit was het programma Welgeïnformeerd op zondag 23 juli 2023. En ook nog bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.